Je hebt een beetje hetzelfde als mijn. Ik ga het pakketje maar openmaken. Zullen we eens kijken wat erin zit. Ja. Hier zijn we dan voor Guusjes brilmeting. Ja, we beginnen met brillen uitzoeken. Het lampje blijven kijken. Zo, de laatste meting voor Guusje. Oh, ik vind het zo cliché. Bah. Zijn de nagelkijkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En we hebben een heel leuk pakketje voor Guus. En dat komt omdat Guusje een beetje last heeft van, toch van de ogen met kijken. En wij denken dat er ogen niet heel goed zijn. Maar ik zie gewoon goed. Ja, jij zit altijd maar ik te zie ook door een bril. Ja, door mijn bril zie jij beter, hè? Kun je nou daar ons adres lezen? Zo. 4, 7, ja, en nu? Venkelstraat. Kijk, mijn bril. Is een beetje plus. 4731. Nou, ben je sneller. Ja. Dus je ziet nou beter. Ja. Nou, dus daarom gaan we dat doen. Het is groter. Ja, het is groter, ja. En je hebt een beetje hetzelfde als mijn, denk ik dan. Dus plus. Mama heeft min, die heeft lenzen. Dus dat zie je. Ja, dat kun je dan niet zien, hè. Stel je wel leuk, die bril. Het is een beetje groot, maar... En wat wij wel belangrijk vinden is nu het schooljaar weer gaat beginnen. Dat je dan gaat ook naar groep 7. Dat we wel zeker weten of het goed is of niet goed is. En als het niet goed is dat we voordat je naar school gaat, back to school, dat je dan weer goed kan zien. En weet je dat we vorig jaar over die regel hebben gehad? Dat je 2022, als je heel veel op je scherm kijkt. En dat deden jullie toen ook met het thuisonderwijs. Dat je natuurlijk heel veel lessen al online op je computer en op je telefoon te volgen. En dat is heel slecht voor je ogen. Dus zeggen ze altijd, na 20 minuten op je scherm kijken, moet je 20 seconden gewoon even wegkijken van je scherm. Dat duurt lang hoor, 20 seconden. Ja. Doe dat maar eens. Dat is echt... Dat is doe maar eens zo rondkijken, 20 seconden. Dat is heel belangrijk voor je ogen. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, is gewoon uitrekken. Maar dat is niet alleen voor online lessen. Dat is ook als je een spelletje aan het spelen bent op je telefoon of als je televisie aan het kijken bent. Eigenlijk alles waar blauw licht vandaan komt, zo noemen ze dat. Ja, een zonnebril. Blauw licht. Noemen ze dat? De licht van een scherm, dus van de tv, van de computer of van je telefoon. En dat is slecht voor je ogen. En daar heb je tegenwoordig brillen met een blauw filter. Die zorgen dat dat licht dan niet zo op je ogen binnenkomt. Maar het beste is nog dat rondkijken. 20 seconden. Maar wat nou als je lamp blauw is? Je? Je lamp. Blauw. Want meer om haar lamp. Ja, maar dit is echt, dat is een bepaald soort licht. Het licht van een scherm. Ja, van een scherm. Dat is anders als een... Een lamp. Ik ga het pakketje maar openmaken. Zullen we eens kijken wat erin zit. Jouw bril. Ja. En weet je wat die andere twee is van die 2022 regel? Nee. Twee uur buiten spelen. Nee, dat is niet. Weg van je scherm. Hier zo is dat een beetje lastig. In de vakantie lukt dat wel. Ja, zeker. Door de week maar anders, als het dan school is, is dat wel, in de winter is dat wel lastig. Ja, sporten. Maar dat duurt niet elke dag. Oké. Dus twee tassen. Twee tassen, ja, want je gaat terug naar school. Hey, een knuffel. No. Met een bril. Ja, dat zie ik dan weer niet. Ik wil mij niet. Ook niet. Een boekje of een poster. Heb je mijn bril nodig? Kijk, dit bedoel ik. Ja. Mama moest vroeger ook een bril en mama vond ook dat ze geen bril nodig had. Maar ik ging steeds dichter bij de televisie zitten. Maar misschien is het ook wel niet nodig, hè? Want ze doen dat gewoon controleren bij jou en dan... Maar dan weet je het. Nou, dat is leuk. Een werkboekje. Oh, echt schoolwerkboekje. Maar er willen nog 5 andere kinderen mee. 4 andere kinderen. Dus we gaan gewoon met z'n 7e. Er is een logeetje bij ons. Ja, ook nog 2 tassen. Nog 2. Nou, dat is nog voor Floor en Guusje dan. Dus Guusje. Weet ik. Flora Marlief. Ja. Of Flora Sophia. Als Sophia tas wil, mag dat ook. Wil ze misschien wel.
Hier zijn we dan voor Guusjes brilmeting. Vind je het spannend? Druppeltjes. Zullen we naar binnen gaan? Ja? Wie gaat er allemaal mee? Jullie gaan een beetje winkelen, ja, meiden. We lopen ook even mee. Oh. En dan, als we dan weten dat... dat is een beetje tijd voor Guusje. Denk alleen Guusje, maar dan kan de rest, ja, gaan winkelen. Dat is goed. Ja, we beginnen met brillen uitzoeken. Die is leuk, Flo. Ja. Ik kan hem zien. Die is leuk. Daar was ook snel kijken. Kijk eens naar mij. Ja. Bril staat bij Effie. Ja, dit staat je ook leuk. De Floor staat hier leuk. Ja. Bij Floor staat hij leuker. Ja. Mm-hmm. Ja. Ik probeer eens iets heel anders. Probeer eens zo'n hele donkere. Die eronder helemaal. Welke? Die eronder. Komt inderdaad, ja, leuk bij jou. Oh, je kan het goed pakken. Deze kan ik ook wel gaan doen. Lekker groot. De Floor was wel makkelijker, maar deze vinden wij voor Guusje heel leuk. Een rondje, weet je. Heel leuk staan. En deze? Floor is al de oogmeting aan het doen en dan mag jij nou zo meteen. En dan krijg je druppeltjes. En dan werk je oogspieren niet meer. Dus dan zien ze echt hoe slecht dat je oog is. Of hoe goed. Dan moeten we even wachten. En dan, ja, dan weten ze hoe dat het is. Dit is paars. Oh, dit is ook wel leuk. Wauw. Nee, ja, sta je niet verkeerd hoor. Naar het lampje blijven kijken, naar het lampje blijven kijken. Zie je het lampje nog? Ja, ik zie er twee. Kijk daar eens even, eerst even recht vooruit naar het lampje kijken. Recht vooruit, zonder schild te kijken. Heel goed. Ga met het lampje, komt ie. En blijven volgen, naar het kijken, kijken, blijven kijken, blijven kijken, blijven kijken. Komt ie nog een keer. Blijf kijken, blijf kijken. Komt ie nog een keer? Met het rode lampje blijven kijken. En is het al lekker? Nee. Guusje is een beetje te klein, dus die zit op de knietjes. Nou, de ogen van Floor waren goed gemeten, maar bij Guusje is er toch een beetje een... ja, was niet heel goed. Was ook nog wel goed hoor. Maar dus je hebt druppeltjes gehad en hoe voelt dat? Kijk eens naar mij. Het verandert nog niet. Je hebt druppeltjes gehad. Die moeten half uur inwerken. Dus wij gaan eventjes winkelen. Want Merel had wat gezien. Die meldde mij al. Kunnen jullie langskomen? Nu over een half uur. Dan gaan ze, naar je ogen. Dan gaan ze nog een keer iets kijken. En dan weten we het. Dan moeten we zien en dan moeten we haar zo besturen. Ja, dan moeten we haar besturen. Mag ik jouw bril op? Dan mag je mijn bril op, ja. Werkt die dan? Ja, als ze een plussterkte nodig heeft, werkt die. Even jouw pupillen checken, want zijn die groter? Oh, heb je last van het licht? Nou, dan zijn we na een half uurtje zijn we weer terug bij de winkel. En dan gaan we weer ook een test doen. Binnen, dus, even binnenkijken. Succes. Even binnenkijken, kan ik jouw pupillen nou wel zien? Ja, je hebt zulke donkere ogen, daar zie je bijna eigenlijk niet. Zo, de laatste meting voor Guusje. En wat zie je nu? Een huisje. Een huisje? Ja. Het was niet de laatste meting, want er komt toch een klein dingetje uit. Een klein plusje. Dus dat heb je toch van je vader geërfd. Dat hoort, hè? Als je van je vader en je moeder bent, dan erf je dingen. Dus er wordt dan toch een brilletje met zo'n blauw filter erin. Dat is alleen maar goed. Onder het blauw filter, dit is de bril waar wel het blauw filter in zit. En het blauw filter, dat filtert dan net meer het licht wat van beeldscherm afkomt, van laptops, telefoons en tablets. En dit wordt jouw bril, Guusje. Alleen dan komt er ook nog een blauw filter op. En dit wordt die van Floor en daar komt geen sterkte in. Dat is echt voor als ze alleen op de schermpjes zit. En het is niet blauw, maar het is... Het lijkt een beetje oranje of zo. Nee, het is groenig, ja. Hier zit groen onder, daarom is het misschien groen. Ja, groen. Goed gezien van jou. Wij staan bij de slotjesbrug en papa vindt dat echt geweldig. Ja, ik vind dat heel leuk. En mama ook. Als je lief bent, dan doe je hier... Dat zou ik gewoon nog. Dan doe je gewoon een slotje hier ophangen. Dat kan niet. En dan hang je hier voor heel je leven. Oh, ik vind het zo cliché. Nee.
Maar dus in Parijs hadden ze ook zo'n brug. En die gingen ze slopen. Dus iedereen die dat sleuteltje nog had zijn slotje eraf gaan halen. Ik ken zelfs iemand. Die is vanuit Roosendaal naar Parijs gereden. Om het slotje eraf te halen. Want die kon zijn slotje niet meer vinden. Erg, hè? Ja. Ja, ik vind het echt te cliché. Nou, wij zijn klaar. We hebben oogjes voor de meiden. De ja, Guus, laat je oogjes zien. Ja, nee, die heeft... Die ruikt als een demon. En wat hoort er dan ook bij als je in Breda bent? Shoppen! Dus je mag er weer tillen. Papa. En Eline. En Eline. Ja. We zijn weer thuis. En, wil jij midden zitten? Wat gaan jullie doen? Bonusvideo opnemen. Oh, en jij bent regisseuse dan voor? Ja, zoiets. En waar moeten we dan op letten? Dat het licht altijd achter je is, het daglicht. Dus hebben we de gordijnen een beetje slordig opengeschoven. En dan laten zien wat jullie allemaal gaan proeven. Gaan deze. Zeg van alles. Doe maar gewoon zo laten zien. Lekker gezond bezig. Die. Deze. En die is al open. Wie heeft er nou gedaan? Wie heeft er nou van geproefd al? En deze. Oh. En Oreo. En oh, mag ik die proeven? Oh, hey, deze is ook open. Hoe kan dat nou? Deze kunnen we best eens En Takis, die kennen de kijkers allemaal van Spanje natuurlijk. Koffienut. Koffienoot. Ja, van alles. We laten voor jullie over, oké? En dit kan je allemaal zien in de bonusvideo die komt. Wanneer die uitgezonden wordt, weet ik niet. Sour Patch Kids. Zijn dit soort cola flesjes? KitKat. En nou heb ik niet alles kunnen laten zien. Lemon pie. Huh? KitKat Duo. Ja, maar is dat ook lemon pie. Hoe krijgen ze het allemaal verzonnen, hè? Hé, hey, die is voor papa, of niet? Kokosnootlijn, die is lekker. Je pakt het allemaal gelijk van mij af. En doen we voor de eerste keer, Sophia, dat jij een vlog gaat maken, of niet? Kunnen jullie niet beter uit de doos leggen? Dat is leuker, ja. Dan laten we ook al zien. Ja, doe maar. Leg het allemaal weg, dan kan ik het ook. Ja, maar dan moet ik dit ook open. Ja, dan kunnen ze de bonusvideo. Ik vind jullie wel het leukste eigenlijk wat er is, hè? Aan het vloggen, hè? Snoepproef bonusvideo's. Ja. Ja, hè? Maar Fleur, zie je ons allemaal zo goed? Ga je het ook allemaal cijfer geven? Ga je het weer van hoog naar laag leggen? Dat was leuk, hè, wat we gedaan hadden. Ja, jullie mogen beginnen. Zal ik het nog even filmen? Ziet er 15 zelfs nog geen scooter van Merel zien. Oké. Nou was dit onze vlog voor vandaag. He, met de pupilletjes van... Ja, heeft de vlog al gezien hoe groot ze zijn? Oh ja. Nee, hij had Merel laten zien. Niet normaal. Dus dit was het vloggetje van vandaag. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe. Ik vind daar ijsjes lekker. We gaan monsterijs. Oh ja, een biefstukje. Sorry. Oh, je bent aan het filmen.